Let op, dit is een project met hoge spanningen, veel stroom en dit kan goed erg pijnlijk zijn als je het verkeerd doet of het verkeerde draadje vastpakt. Zo! Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag ga ik maken een statische gras applicator ding, zodat ik zo'n zakje statisch gras op mijn treinbaan kan zetten zonder 100 euro uit te hoeven geven aan een stukje plastic. Het gaat dus om dit soort gras van nog, wat eigenlijk hele lange, ja, ik weet niet of het glasvezel is, in ieder geval lange sprieten zijn. En daarmee kun je vrij hoog gras maken. En daarvoor heb je eigenlijk deze nodig. Maar ik denk dat het mij ook wel lukt om die zelf een in elkaar te zetten. Ik zal links plaatsen naar de bronnen die ik gebruikt heb om dit te bouwen. En wat je nodig hebt zal ik ook zeker in opnemen. In mijn geval, ik gebruik dus een IKEA bakje. Hier komt het vasthoudding in. En hier kan ik het gras in doen. De deksel komt een metalen gaas in. Wat komt van dit metalen vergiet. Die lange buis, dat wordt het handvat. Voor de stroom heb ik een 12 volt adapter. 2 ampère, ik denk dat dat wel genoeg is. Het belangrijkste en ook het moeilijkste te verkrijgen, moet ik eerlijk zeggen, is deze. Dit is een transformator. Hier gaat 12 volt in en hier komt een ongelooflijk hoge spanning uit. En die ongelooflijk hoge spanning is wat ervoor zorgt dat alles statisch geladen wordt. Het gas wordt één polariteit en de ondergrond een andere. En door het verschil in elektrisch veld vallen de graspieten rechtop op de baan. Dat is het idee. Hiervoor zal ik zeker een link zetten. Deze kwam voor mij uit China en heeft er ook best een tijd over gedaan. Nou, ik wil natuurlijk de boel aan en uit kunnen zetten. Dus daar heb je voor nodig een schakelaar. Deze, maar ik denk dat ik een andere gebruik. Ik hoop meer van een ander soort klikdingetjes. Naast dit heb je natuurlijk kabels nodig. Kabels, kabels, kabels. Ik heb dunne kabels nodig. Zoals ik die hier op rol heb. En ik heb dikke kabels nodig. Zoals ik weet dat die hier ergens in deze op deze werkbank gaan liggen. Dus die ga ik nog even zoeken voordat ik verder ga. Het is handig om klemmetjes te hebben. Maar een oude spijker werkt ook. Ja, dat is het wel zo ongeveer. Oh, kijk. Hier is een deel van de kabel. Nou, de andere nog. Ik heb gezien dat deze ring precies groot genoeg is voor mijn deksel. Dus ik ga aan de buitenkant van deze ring proberen of ik wat kabels of wat gaas los kan krijgen. Stukje bij beetje is het gelukt om los te krijgen. Toevallig is dit een hele mooie pasvorm. Stap 2, deksel aanpassen. Zodat ik op een of andere manier deze twee kan combineren. En hoe precies dat weet ik nog niet. Maar ik ga beginnen met proberen hem uit te snijden, zagen langs deze ophoging. En ik ga proberen daarna deze rand zelf ook mee te nemen. Oh, wat zagen. En schuren verder heb ik een open binnenkant. En heb ik hier mijn rooster. Hij zit nog iets te strak erin. Die krijg ik dadelijk wel weer los. Ik ga dit rooster hier aan vast lijmen. Zodat dit als één geheel open en dicht gaat. Hopelijk is de lijm stevig genoeg dat ik hem ook, als hij wat steviger erin gedrukt zit, weer uit krijg.
Nu is het een beetje moeilijk om het gras erin te doen. Ik ben lekker de boel aan het verlijmen. Ik gebruik daarbij een van de smerigste lijmen die ik ken. Waar ik ook altijd de meeste moeite mee heb. Dat is hot glue. Maar in dit geval, gezien de hoeveelheid en hoe dik ik het erop wil hebben, vind ik het de beste optie. En omdat ik redelijk in riskant werk en zo, heb ik ook niet zo'n last van dat het draden gaat trekken door de hele kamer. Want ik kan veel doen zonder ver te bewegen. Aan de andere kant van dit rooster zit ook hot glue. En die hot glue zit weer vast aan het plastic van de bak zelf. En deze doe ik eronder om de randen goed af te dichten en ervoor te zorgen dat hij ook goed een goede stevige verbinding heeft door het metalen rooster heen eigenlijk. En dus straks even kijken hoe stevig dit eindresultaat is. Ik heb goede hoop. Maar het is en blijft hot glue. Dus het is helemaal maar net hoe goed het hoe goed het contact is. Het is niet dat dit het plastic smelt aan de waar het aan vast zit. Of het metaal waar het aan vast zit. Dus het is wat dat betreft een ander soort lijm dan een plastic lijm. Die als het goed is je plastic een beetje aantast en er helemaal in grijpt. De boel zit vast. Goed stevig vast. Deze kan er zo op. Hier kan de poeder in. Dit deel wordt statisch geladen. En dan is het een kwestie van schudden. Hoop ik. En deze komt er ook weer redelijk makkelijk vanaf. Volgende stap is hier de buis opzetten. Een beetje kijken voor op het midden en ik ga daar een gat maken dat hij er doorheen gaat, denk ik. Dan zit hij het stevigst. En de elektronica gaat dan ook door de buis heen. Wat ik hier uitzaag, probeer ik weer op de buis te zetten. Ik ga eens eventjes ook afmeten en zagen dat ik niet deze hele lange buis nodig heb. Want ik heb eigenlijk maar een klein stukje ervoor nodig. In deze buis komt dus de elektronica dadelijk. Even met de ouderwetse geodriehoek. Er zitten hier overal mooie puntjes voor het van de grond houden van het bakje. Eigenlijk handig. Want dan kan ik precies mijn geodriehoek tussen zetten. De 0 in het puntje in het midden. En op 2,5 centimeter overal lekker deze stipjes zetten. En als ik nu die buis eroverheen zet, dan zie ik dat hij ook precies alle stipjes raakt. Dus ik ga met een boor de stipjes uitboren. Daarna met een zaag verder uitzagen. En met een mes eventueel nog proberen de ronding bij te werken. Zodat deze buis er zo goed mogelijk in past. Dan hoef ik hem alleen maar een beetje bij te lijmen. Nou, de buis zit vast. Stevig genoeg voor mij. Mijn mooi lang handvat kan ik altijd nog inkorten als ik dat wil. Zo, de volgende stap wordt de elektra. In de link die in de omschrijving staat een variant die wat ingewikkelder is, waarbij je hem zowel op 9 volt batterij kan laten werken als op 12 volt. Ik doe alleen de 12 volt variant, omdat ik persoonlijk denk dat als ik hem een keer draagbaar wil hebben, dat ik er wel iets maak dat ik het makkelijk mijn 9 volt batterij aan vast kan maken.
Dus ik ga alleen, ik doe een vrij simpel schema met alleen maar een 12 volt variant. Dat scheelt mij een aantal, twee stuks diodes en daarom kan ik ook een makkelijkere schakelaar gebruiken. Dit wordt de deksel, de bovenkant van mijn strooier. Dit is de stroomaanvoer 12 volt. Schakelaar voor het aan- en uitzetten en een ledlampje om te zien of die aanstaat of niet. Zodat ik hem niet per ongeluk rond laat slingeren. Hier komt voor de ledlamp 2,2 kilo ohm weerstand op. Ik moet de schakelaar aansluiten en vanaf de schakelaar gaat alles ook naar de transformator voor het hoogvermogen deel. Die ik ook aan het voorbereiden ben. Ik heb in ieder geval de extra kabels al op zitten. Dus dat komt zo ook goed. Ik heb hem in elkaar zitten. De plug gaat naar de schakelaar. De schakelaar gaat naar de led en naar dit blok waarvan ik, als ik het goed begrepen heb, de dunne draden, de invoer is. Ik kan me niet voorstellen dat het wat anders is. De zwarte gaat naar de led en ook naar het blok, maar niet door de schakelaar. Dus de schakelaar zorgt ervoor dat er spanning op dit blok komt te staan. De draden gaan het handvat in. Hier zitten al twee gaten waar dadelijk deze aan vastgeschroefd gaat worden. Ik heb er schroeven op gelijmd. Hopelijk houden die het lang. Wat bekabeling betreft, de rode komt zo dadelijk op de deksel met het gaas. De zwarte die hieruit komt en aan dit einde komt op de baan om de boel daar negatief te polariseren. Zodat de spullen goed plakken op de baan. Ik ga hem dadelijk, als dit allemaal droog is, vastzetten. Daarin deze deksel erop zetten en waarschijnlijk ook vastzetten, want ik... Nou, eerst testen terwijl die los zit, dat lijkt me verstandiger. En ik zal de rode kabel nog eens even goed moeten vastsolderen op dat gaas. En dat kan best lastig zijn. En ik moet nog wat kabels inkorten, want ik heb nu hele lange kabels. Maar ik hoop dat ik dadelijk wat gras kan zaaien. Dit is wat verdunde houtlijn. Hier zit het gras in. Ik moet zeggen, hij piept, maakt flink wat geluid. Niet altijd het meest fijne geluid. Ik heb even een spijker aan mijn windbol geplakt. En nu ga ik eens stroom op te zetten. Zo. Ik heb wat met afstellingen lopen spelen. Het zit ergens nog steeds tussen de 15.000 en de 20.000 volt. Wat je, even kijken, nu hoort piepen. Na wat oefenen heb ik hier nu in ieder geval een grasmat op mijn dijklichaam liggen. De lijn moet nog drogen, dus ik ben benieuwd hoe dit er straks uitziet. En ik heb per ongeluk ook een van mijn seinen geraakt. Dus die zit onder het gras en ik hoop dat dit nog doet. Daar gaat dan toch 15 tot 20.000 volt doorheen. Er ligt hier nog een heleboel gras wat daar geland is, omdat ik niet zo voorzichtig was. Dat ga ik allemaal nog even opvegen. En terug in die bak doen. Zodat alleen dit gedeelte waar het gelijmd is, moet het straks terechtkomen. En ik denk dat ik dit gewoon terug de bak in doe. De bak weer aanzet. Dat ik het nog een keer kan proberen op een ander stuk. Ja, tot zover. Bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer. Like en subscribe. En laat reacties achter en al dat soort dingen natuurlijk.